Claude Monet. Als Claude Monet tot leven gewekt zou worden en hij zou teruggaan naar de plek waar hij 150 jaar geleden een paar maanden logeerde. Hotel de Beurs in Zaandam. De plek van waaruit hij die stadsgezichten maakte. De bekendste Zaanse kunst ooit. Als hij daar terug naartoe zou gaan en hij zou dan de Burcht zien. Dat parkeerterrein. Wat zou er dan in de beste man omgaan? Pal naast Smans geliefde verblijfplaats ligt al jarenlang een veld van steen. Dat kan beter. Maar hoe? Lang geleden bouwde men hier schepen. Als ze klaar waren, konden ze zo hup de zaan op. En voordat het Noordzeekanaal er was, kwam de zee tot hier. Er zijn mensen die vinden dat er hier een scheepsbouwmuseum moet komen. Er zijn ook mensen die vinden dat als je hier iets nieuws gaat doen, je het vooral niet te druk moet maken. Het is, zo zeggen zij, al druk genoeg. Maar ja, je kan elke vierkante meter maar één keer gebruiken. Je zit hier in het centrum, druk gebied, gebied dat van iedereen is, waar iedereen wat van vindt. Wat te doen? Voor deze ene keer laat ik, bij hoge uitzondering, mijn fiets aan de kant staan. Ik heb hem geparkeerd tegen het hekje bij het stadhuis. En ik ga lopen. Door het centrum. Waar een hoop gaat gebeuren. En waar elke vierkante meter telt. Dit is een podcast in opdracht van de gemeente Zaanstad. Ik ben Robin de Wever. 4 afleveringen lang fiets ik, wandel ik dus deze aflevering, door een streek die steeds drukker en gewilder wordt. En probeer ik erachter te komen, hoe pak je dat aan? Behouden wat goed is en toch ook vernieuwen. Aflevering 3 van het Zaanse avontuur. Ik krijg een mondkapje van Kleten. Mooi zo. Kijk, hoi, Annette. Hoi. Ja, zo doen we dat. Ja, Annette dus. Annette Nicolas Gnodde van de gemeente. Programmamanager gebiedsontwikkeling hier in het centrum. Vorige 2 afleveringen hebben we het veel gehad over groeipijnen hier in de stad. Plekken waar het schuurt. En ik dacht, laat ik ook eens van de andere kant kijken. In het centrum. Kijken door de ogen van een heuse ambtenaar, van Annette, naar wat zij, als ze door het centrum loopt, ziet. Hoe het moet gaan worden, wat haar betreft. En wat de gemeente betreft. De komende, wat zal het zijn, 25 minuten gaan we luisteren naar Annette. Zo lang? Ja. Zo de knetters. Jeetje, en is dat interessant genoeg om helemaal af te luisteren dan? Dat ligt aan jou. Oh, ja, lekker. Nee, de lat wordt wel heel erg hoog gelegd. Het is bloedheet, Annette beent druk pratend over de gedempte gracht en ik hobbel mee. Ze is hier opgegroeid, zegt ze. Oud-Zaandijk. Ze heeft gestudeerd in Amsterdam en gewerkt bij reclamebureaus en bij een kledingmerk. Pepper Jeans. En toen dacht ik op een gegeven moment, en dat was allemaal in Amsterdam, toen woonde ik ook al in Amsterdam. Toen dacht ik, het zou toch wel leuk zijn om voor de gemeente te werken, want daar is zoveel gaande. Dus toen heb ik de stoute schoen aangetrokken. Toen heb ik een open brief gestuurd. En op dat moment was net een reorganisatie gaande. Je zegt er zoveel gaande? Wat was er gaande? Waar jij ook deel van wilde zijn? Ik dacht van, een gemeente is op zoveel plekken en niveaus actief. En heeft te maken met bewoners, maar heeft te maken met ondernemers, met bedrijven, maatschappelijke instellingen, politiek. Dat bedoelde ik eigenlijk meer de dynamiek van alles wat een gemeente, waar een gemeente zich mee bezighoudt. Ik moet zeggen, dat ik toen solliciteerde, had ik eigenlijk nog geen beeld van al die dingen die inderdaad bij de gemeente ook belegd zijn. En eigenlijk, hoeveel de gemeente eigenlijk doet. Dus ik weet nog wel dat ik de eerste week dat ik werkte, dat was op het Bannenhof, het oude stadhuis. En dat was ook, het was zomer, dus het was ook heel warm, dus alle deuren waren dicht, want anders tocht het. En dat ik dacht van, wat veel kamers, wat doen al die mensen hier? Maar goed, daar ben ik gaandeweg achter gekomen. Wat doet de gemeente allemaal? Waar kwam je achter dan? Wat doet de gemeente allemaal dat je niet vermoedde? Als het gaat om de ontsluiting van bijvoorbeeld een poldergebied. Dat je wel kunt zeggen vanuit toeristisch oogpunt, het zou heel leuk zijn als we daar een fiets doorheen trekken. Of een fietspad doorheen halen. Maar dat het natuurlijk ook te maken heeft met eco-routes en groenzones. En die in stand moeten blijven. Dus dat er eigenlijk gewoon heel veel zaken zijn waar je als gemeente iets van vindt. En dat is misschien ook wat in de gebiedsontwikkeling, nog meteen eventjes het bruggetje. Het is eigenlijk gewoon niet eendimensionaal te benaderen. Het heeft zoveel facetten en aspecten. En dat maakt het eigenlijk wel heel erg leuk en interessant. En soms ook heel complex.
Het zijn enorme puzzels allemaal. Ja, dat zijn het zeker. En soms zijn het hele grote puzzels op een heel klein stukje gebied, hè, of locatie. En probeer dan die puzzel maar eens te leggen met elkaar. En vooral omdat wij niet de enige zijn die die puzzelstukjes moeten leggen. Maar dat doen we dan met initiatiefnemers, maar ook met bewoners, omwonenden. Ja, en het is niet altijd even makkelijk om op dezelfde manier de gewenste puzzel uiteindelijk te kunnen leggen. Is dat wat het leuk maakt? Ja? Je gaat kijken wat er moet gebeuren en dan ga je bij iedereen kijken wat zijn belangen zijn. En dan zet je dat allemaal op een rij en dan denk je, hoe krijg ik dit in vredesnaam met elkaar gepuzzeld? Ja, en ik vind want dat zit wel een beetje in mij. Ik vind het leukste toch uiteindelijk altijd wel weer als we dan echt het resultaat gaan zien. Hè? Dus ik weet dat op een gegeven moment, dit is de gedempte gracht. Dit was voorheen echt een stenen omgeving met paviljoens in het midden. Waardoor je eigenlijk de ene zijde zag je de andere zijde niet. De bezoekersaantallen liepen terug. En op een gegeven moment is gezegd, dit willen we gewoon aanpakken. Er was heel veel weerstand in het begin. En uiteindelijk is dit het geworden. En ik mag best zeggen dat ik daar best trots op ben. Dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Omdat het echt gewoon zo'n impuls en een kwaliteitsverbetering heeft betekend voor het Zaanse. Ja, vertel. Wat is hier beter? Wat ik zie, waar je voorheen vooral kiosken zag. En waar je eigenlijk de overkant van de straat niet zag. Dus helemaal geen interactie tussen gevels. Zie je nu eigenlijk water. Je ziet groen, je ziet mooie groene bomen. Je ziet een grasveldje, wat ook heel leuk is, vind ik zelf. Dat zijn hele simpele zaken, maar eigenlijk geniaal als je dat als ontwerper bedenkt. Dat je over de hele grachten aan de goede kant van de zon zit er een verhoogd zitstoepje waar je gewoon kunt zitten. Zodat je ook hier kunt verblijven, eventjes kunt zitten zonder dat je per se op een terras moet zitten. Dat soort ingrepen vind ik eigenlijk, dat ik denk van, dit is gewoon, het ziet er gewoon goed uit. En heel vriendelijk, we hebben een waterspeelplaats gebaseerd op bootjes en sluisjes met slootjes. Ook voor de kinderen. In de zomer is het natuurlijk hartstikke leuk. Want dan kunnen kindertjes hier gewoon met hun voetjes in het water spelen. Het is een beetje alsof je je eigen woonkamer of je eigen tuin gaat ontwerpen, maar dan in het kwadraat, hè? Je wil allerlei dingen en je hebt een bepaalde hoeveelheid ruimte. Ja. Bepaalde dingen kunnen niet. Bepaalde dingen wil je heel graag en dan is het puzzelen. Dat klopt inderdaad. En dan heb je natuurlijk ook de meer harde zaken als geld, tijd. Heb ik met mijn woonkamer ook, hoor. Ja, soms lastig, hè, want je wil heel veel, maar het past allemaal niet. En je hebt er ook niet overal geld voor. Nee, dat klopt inderdaad. En in deze, en vooral in het begin, was er veel weerstand ook vanuit de ondernemers. Want die vroegen zich af, maar goed, hoe makkelijk kun je oversteken voor bezoekers? En komen ze dan wel aan de andere kant van de gracht? En door inderdaad heel veel bruggetjes in de ontwerpopgave mee te geven. Zie je dat er gewoon eigenlijk een soort van routes zijn ontstaan en mensen hier heel erg plezierig rondlopen. Oeh, ik krijg een kebab. Ik heb zin in kebab. Is nog een beetje te vroeg voor, of niet? Als ik niet aan het werk was, dan heb ik er al gezeten, hoor. Oh, echt waar? De gedempte gracht is vernieuwd, maar nu de rest van het centrum. Annette's collega's zijn al een paar jaar druk bezig met de vraag hoe je dat up-to-date brengt. Hoe zorg je dat zo'n oud stadscentrum voldoet aan wat je anno 2021 van een stadscentrum verwacht? We lopen nu vanaf de gedempte gracht lopen we de Beatrixbrug op. En dat is eigenlijk waar de Zaan ligt. Hè. Zaan is een van de kwaliteitsdragers, zoals wij dat noemen, in Zaanstad. Mooi, kwaliteitsdrager. Ja. Het is echt zo'n ambtelijke term, hè? Ja. En oud kwaliteitsdrager betekent gewoon dat ziet wat het gewoon vet maakt hier, toch? Het is gewoon mooi. Weet je, water kun je varen. Het geeft ruimte, inderdaad. En dan begint het, hè? Ik zie het hier al. Ja. Je loopt hier, we liepen zo net in de mooie nieuwe winkelstraat. En dan lopen we hier eigenlijk gewoon terug in de tijd. We kijken recht in de Peperstraat. Het is een beetje alsof hier aan het einde van de gedempte gracht een decor uitloopt en ineens in de echte oude stad staat. Ja, je ziet hier heel duidelijk inderdaad dat hier een andere omgeving is dan waar we net vandaan komen. Maar ook gewoon een omgeving waar gewoon gewoond wordt. Wat het hier een beetje lastig maakt, zegt Annette, is dat de Peperstraat niet meer helemaal aansluit op de rest. Drukke straat, heel veel asfalt, zie je. En dit was eigenlijk vroeger de doorgaande route om in het centrum te komen. Dus hier reden alle bussen, vrachtwagens. Ook in de tijd dat de gedempte gracht ook nog open was voor autoverkeer. De Peperstraat, zoals die nu is gebouwd in de jaren 60. Met appartementengebouwen en op de begane grond winkels. Een grote
toegangsweg eigenlijk naar de gedempte gracht. Een soort crescendo van stadsheid. Aan het begin van de Peperstraat zit je eigenlijk nog in de Gerardstraat. Toch een beetje in een soort verkeersader. En naarmate je die Peperstraat doorrijdt, kom je steeds dichter bij het centrum. Maar de omgeving is hier dus veranderd. Dat autoverkeer gaat niet meer op grote schaal naar de gedempte gracht. En dan, zegt Annette, is het logisch om ook naar de Peperstraat te kijken. Of zo'n straat niet beter kan. Dus, hoe breng je een straat up-to-date? Als we nu zo vanaf de brug zo de Peperstraat in kijken, dan zien wij appartementencomplexen. Eigenlijk aan beide kanten zo'n beetje. We moeten hard praten, want er komt veel verkeer voorbij. En we zien een hele hoop asfalt. Ja. En jij kijkt hiernaar en jij weet natuurlijk al meer dan ik, want jij bent hier al een tijdje mee bezig. En jij ziet een beetje hoe dit moet gaan worden, geloof ik, hè? Nou ja, wat de plannen zijn, is dat we aan weerszijden van de Peperstraat, dat er nieuwe gebouwen, nieuwe appartementencomplexen worden gerealiseerd met meer woningen. En dan ook een omgeving wat veel groener gaat worden. Dus in het midden van de Peperstraat zal straks komende vanaf de oostkant een entree zijn naar een parkeergarage, zodat je de auto, dat is oost, zodat je de auto direct kunt parkeren onder de Peperstraat. Waardoor eigenlijk het maaiveld veel meer kan worden ingericht voor fietsen en voetgangers. Juist, dus straks als je naar de binnenstad gaat, dan parkeer je daar, stap je uit en loop je hier de brug over. Dus dat... Ja, klopt, maar het kan ook, de parkeergarage is ook deels bedoeld voor de bewoners die hier allemaal naartoe komen wonen. Om daar hun auto te parkeren zonder dat eigenlijk al dat... dat blik, laat ik het even zo noemen, allemaal op straat komt te staan. Dus, die geüpdate Peperstraat. Minder auto's, meer parkeren, meer fietsen en meer plek om te wonen. Het gaat hier van 120 naar 400 woningen. Starterswoningen die echt betaalbaar moeten worden. Er was de afgelopen tijd natuurlijk nogal wat te doen over de Peperstraat. Een deel van de bewoners wil niet weg hier, uit hun vertrouwde woonomgeving, en wil niet dat er überhaupt gesloopt wordt. Maar Annette is ervan overtuigd dat het echt beter wordt. Het wordt groener, zegt ze. Ruimtelijker. En tegelijk meer ruimte om te wonen. Nu zie je vooral nog steen en asfalt. Straks, zegt ze, is er veel meer groen. Dat is fijn, omdat zo'n groene straat fijn is. Maar ook wel omdat het moet, zegt Annette. Want, nou ja, hoge woningnood. Kijk, op het moment dat je meer mensen gebruik laat maken van dezelfde openbare ruimte, vraagt het ook wel iets qua inspanning op die openbare ruimte. Dus dan moet je ook wel iets te bieden hebben. Zodat mensen, als ze bijvoorbeeld niet voldoende ruimte hebben om zelf op een balkon te zitten, dat ze gewoon de straat op kunnen en dat ze ergens gewoon een plekje kunnen hebben waar ze gewoon rustig in de zon even kunnen zitten. Maar je gaat natuurlijk niet het hele centrum afbreken. Je wil ook niet het hele centrum afbreken. Dus wat doe je met de straten die intact moeten blijven, maar wel een zeker nieuw elan moeten krijgen? Die stukjes waar je niks of bijna niks afbreekt, maar die je wel wil vernieuwen, die stukjes, dat zijn soms de grootste puzzels, zegt Annette. Alles zit dicht op elkaar, alles heeft natuurlijk al een bestemming. We lopen weer terug, de Beatrixbrug over, en ze begint over de Vinkerstraat. Daar zit nog niet echt een duidelijk idee achter, zegt ze. Die straat, zoals die nu is, hinkt een beetje op meerdere gedachten. Kijk, dit is de Vinkstraat. En dan zie je dat aan de... Vind het niet lelijk. Vind het niet lelijk, nee? Maar, het sprankelt ook niet. Nee. En dat is wat jij bedoelt, hè? Ja, en je ziet vooral aan de rechterkant, dus dat is de noordkant, zie je nog een aantal mooie panden staan. Maar links is aan de zuidzijde is vooral achterkanten van... Ja. Van winkels. En er rijden heel veel bussen. En je ziet heel veel beton, asfalt. En je ziet heel weinig groen. En daar waar woningen worden gerealiseerd, dat zie je nu ook, hè? Dat er gekeken met die bouwstijgers. Wordt, dan zie je dat aan de achterzijde woningen gerealiseerd gaan worden. Nou, dat is hartstikke mooi. Want dan geef je eigenlijk invulling aan wonen boven winkels, zoals dat heet. Maar wat je dan wil, is dat er ook inderdaad voordeuren aan die Vinkerstraat komen. En entrees. Ja, want anders blijft het een beetje dezelfde soort straat, hè? Heel praktisch. Veel asfalt voor verkeer, maar dan is het niet echt een straat met karakter. Nee, klopt. En kijkend naar inderdaad de toevoeging. En het is wel grappig natuurlijk. Op het moment dat je daar voordeuren doet, dan wordt het echt een woonstraatje. Ja, klopt. Dan krijg je veel meer de combinatie, hè? Woonstraatje, maar verderop zit ook een fietsenmaker. Er zitten wat kleine winkeltjes. Het fietsenpakhuis zit er ook van de gemeente. Dus waar de bezoekers van het centrum hun fiets kunnen parkeren.
Maar goed, als je dan woningen toevoegt, dan wil je natuurlijk ook dat op het moment dat mensen naar buiten stappen, dat ze niet half omver gereden worden door. Kijk hoeveel bussen er nu al rijden. Ja. Even een stapje naar achteren. Bus 394. Bus 394 en 64 zitten elkaar in de weg hier, ja. En dan komt 392 alweer. Ja, dat is, hier rijden heel veel bussen. En je ziet ook dat, nou dan kunnen we even naar de straatstenen kijken. Je ziet precies waar het plangebied van de herinrichting is gestopt, van de westzijde. Ja. En waar eigenlijk het oude gedeelte nog ligt. Dus dit gaat de komende jaren, wordt hier gewerkt aan een herinrichting. Dus de planontwikkeling wordt opgestart. Herinrichting betekent gewoon, oké, we gaan kijken naar de straat. Hoe kunnen we het anders inrichten? Wat zijn de gebruikers? De inzet is dat er minder bussen straks door het centrum gaan. Want er gaan nu al heel veel regionale grote bussen ook door het centrum. Hoe doe je dat? Want die bussen die moeten uiteindelijk bij het station stoppen dan, ja, toch? Klopt, maar als het gaat om de doorgaande regionale bussen, wordt gekeken in hoeverre je ze niet via de ruit dus naar het station kunt krijgen. Dus niet zo kriskras door het centrum heen. Maar vooral als het bussen zijn die als doel hebben het station en daar inderdaad forensen willen afzetten en niet zozeer mensen willen afzetten voor de stad. Ja, moeten ze dan door deze straat heen, ja, is de vraag. Ja. Dat lijkt me de makkelijke. Nou, dat weet ik niet hoor, want het is natuurlijk nu wel zo dat je hebt meer uitstapplekken en instapplekken. En op het moment dat je natuurlijk bepaalde bussen eruit haalt, dat betekent dat je misschien elders moet overstappen, dat je niet een rechtstreeks busverbinding hebt. Maar niemand neemt, toch de bus, niemand neemt toch de bus naar Krommenie en stapt dan er één halte uit? Hier in de Vinkstraat. Nee, maar het is wel zo dat bijvoorbeeld verderop heb je een bushalte en daar stoppen misschien nu 7 bussen. En je kunt ze alle 7 nemen, wil je hier komen. Maar dat als straks die bus hier niet meer gaat, dan heb je misschien nog maar 2 bussen en dan moet je langer wachten. Kunnen jullie tegen een busbedrijf zeggen, bus 394, niet meer hier in de Vinkstraat? Nee, daar zijn denk ik wel wat gesprekken voor nodig. Want dat zit nu in een bepaalde route, aanbod. Dat mag jullie niet zeggen. Misschien kunnen we dat wel zeggen. Maar dat betekent dat dat geld zou kunnen kosten. Want dat betekent dat zij hun exploitatiemodel anders moeten inrichten. Maar goed, we moeten door. De westzijde, we lopen nu richting de behouden haven. Dat is ook, kijk, binnen... Je bent echt een gids, hè? Vind ik gaaf. Ja, ja, is dat zo? Nou ja, we lopen nu daar. Oh, oké. Okay. Mooi, ja. Ja. Annette draait zich een kwartslag om en wijst in de verte. Naar een stuk westzijde dat nog net buiten het zicht ligt. Het einde van onze route. Daar moet een school komen. Er zijn er nu gewoon te weinig van in het centrum, basisscholen. Maar ja, die heb je natuurlijk wel nodig. Centrumbewoners planten zich ook gewoon voort. En die kinderen kun je als ze 4 zijn ook niet naar de andere kant van de stad sturen. Dus, Annette en haar collega's gingen aan het puzzelen. Waar kun je die school het beste bouwen? Ze kwamen er al snel achter, van alle puzzels die je in het centrum moet oplossen, is een goede plek zoeken voor een school wel echt een hele pittige. Want het komt nergens echt goed uit. In de loop van de jaren, van de eeuwen, is het centrum helemaal ingekleurd. Overal is wel iets. Een school heeft natuurlijk best veel ruimte nodig. En veel ruimte, dat is hier gewoon niet. Wat er wel is, een stuk binnenstad dat beter kan. Of in ieder geval efficiënter. De behouden haven. Dat bestaat nu voor een groot deel uit parkeerterrein, het parkeerterrein van de Dirk. En er zit een verzorgingstehuis, Saande. Het plan is dat dit gebied op de schop gaat en dan wordt het opnieuw ingedeeld met een nieuw verzorgingstehuis en de school. We lopen de westzijde een stuk uit, het winkelcentrum in, het winkelcentrum door. En dan staan we buiten, op de parkeerplaats. Nou, kijk, hier staan we nu buiten. Dan zie je het zorgcentrum. Je ziet een hele grote vrachtwagen. Nou, als je hoort het al. Ja. En als je die vrachtwagen nou ook ziet of afzet tegen dat er hier een school zou zijn, waar kindertjes op een veilige manier naar school moeten, is dat natuurlijk best wel lastig om dat samen te brengen of te combineren. Ja. Zou ik het niet heel chill vinden om mijn kind hier rond te rijden of lopen? Nee, niet zoals het nu is. Maar dan is de opgave dat als je een school hier bouwt, dat er bepaalde voorwaarden zijn waar je natuurlijk invulling aan moet geven, zodat kinderen wel op een veilige manier naar school kunnen gaan. Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan kleinere vrachtwagens, aan venstertijden, maar dat zijn natuurlijk allerlei zaken die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de supermarkt. Dus daar is ook. Kun je dat zomaar zeggen tegen de supermarkt? Jullie moeten met kleinere vrachtwagens komen of je moet op andere tijden komen? Nou, je kunt het wel zomaar zeggen, maar of er dan ook zomaar naar gehandeld wordt is een tweede, nee. Want dat betekent wat voor de bedrijfsvoering en dat kan zijn dat het de...
supermarkt geld kost. Omdat er op een andere manier het een en ander georganiseerd moet worden of geïnvesteerd moet worden. Maar het zijn natuurlijk ook zaken waar je als gemeente op een gegeven moment een keuze in maakt. Wil je nog dat soort grote wagens dwars door je centrum hebben? Nou ja, die spullen zullen op een manier bij de Dirk moeten komen. Ja, maar moet dat met zo'n hele grote vrachtwagen? Hey, anders heb je 5 kleine vrachtwagens, of niet? Ja, maar goed, die kunnen misschien ook wel elektrisch zijn. Ja, en ik snap dat dat natuurlijk misschien in principe in eerste instantie meer geld gaat kosten. Maar goed, volgens mij zijn dat wel allerlei overwegingen en mogelijkheden waard genoeg om te onderzoeken. Kijk, hier ook, er is weinig groen. Dit is eigenlijk de achterkant van de westzijde. Het ligt midden in de wijk Oud-West, Woonwijk. Het is een zorgcentrum. Dat zorgcentrum zou ook graag willen ontwikkelen. Dus dan is eigenlijk... Ja, zie je tegenover, hè? Ja, dan kijken we eigenlijk, hoe kun je nou die verschillende gebruikers en bestemmingen die er nu zijn, hoe kan je die op een betere manier vormgeven? En we hebben toen gekozen, of de gemeente heeft gekozen, om hier de school te realiseren en daarmee een stukje waardecreatie in gang te brengen voor het hele gebied. Als we teruglopen, begint ze over hoe mensen naar de gemeente kijken. Ze weet wat mensen soms denken, zegt ze. Ze kent de vooroordelen. Dat de gemeente maar wat doet. Dat die vooral zijn eigen zin doet. Dat het ambtenaren allemaal weinig uitmaakt. Dat ze niet echt betrokken zijn bij de gebieden waar ze verantwoordelijk voor zijn en waar ze de plannen voor maken. Ik betrap mezelf erop dat ik dat ook dacht. Of nou ja, denk. Het is gewoon niet waar, zegt ze. Vaak is ze met haar collega's echt maanden of jaren bezig om een plekje in de stad beter te maken. Er zijn altijd meerdere inspraakmomenten. Ik vraag haar wat ze dan zegt, als mensen zulke dingen zeggen. Dan vertel ik, zegt ze, dat ik ook in het centrum woon. Want dat is zo. Ze woont hier een paar straten vandaan. Met veel plezier trouwens. Ja, hi. Hallo. Goedendag. Hoi. Je bent geluid aan het opnemen. Ja. Oh. Ja. Dan moet je s'nachts een keer lopen hier ook. Dan is pas een herrie. Is het zo? Ja. Echt waar? Ja. Je moet s'nachts een keer lopen hier ook, zegt de meneer in een overal. Je woont aan de Vinkstraat. We lopen aan de westzijde. Oh, misschien is het wel leuk als we even vragen wat deze meneer van de Vinkstraat vindt. U woont in de Vinkstraat? Moet je het eerlijk weten? Ja. In 2008 zouden ze hem al herinrichten. En toen in 2018. En vorig jaar was het 2020. En toen las ik in de krant dat het nu weer 2024 wordt. Maar laten we de tijd even vergeten. Ja, en vooral even, neem maar vooral van, hoe zou jij, als je nu, want we hadden het vooral even over wat het nu is en hoe het anders zou kunnen. Er rijden 300 bussen door die straat heen, waar nooit iemand in zit, in die bussen. Elektrische busjes, autoluw maken en gewoon mooi inrichten voor fietsers en voetgangers. En auto niks meer doen. Er wordt er gewerkt, hè? Vertelde Annette net. Maar het duurt te lang, vind je? Ja, omdat nu de Fort Zandam wordt nu gedaan. En dan wachten ze met de Zeemansstraat en de Vinkenstraat, omdat het vrachtverkeer er weer overheen gaat. Dus de hele strook daar is de eigenaar, wil ontwikkelen. En oorspronkelijk was het voorstel om de panden te slopen. Maar inmiddels is de gemeente ook wat verder als het gaat om cultuurhistorisch erfgoed, panden. Moet je zomaar alles slopen. En moet je daar niet nog een keer goed naar kijken. En dat is wat men nu aan het doen is. En dat betekent, dat heeft consequenties voor het oorspronkelijke plan. Want als je sloopt, dan heb je een blanco pagina, bij wijze van spreken. Maar als je niet sloopt, dan heb je gewoon veel meer voorwaarden waar je aan moet voldoen. En wat ook best wel heel lastig is. Het is gewoon ingewikkeld. Het is echt ingewikkeld. Want, Is dat het? Want het ligt niet in jullie tempo. Ja, nee, boem, boem. Maar vaak is het... Maar Annette, vertel. Okay. Ja, hoe ingewikkeld het is. Nee, maar je hebt te maken met bewoners. Je hebt te maken met belanghebbenden. Je hebt te maken met allerlei... Nou, bijvoorbeeld clubs als een erfgoedclub. Weet je, en het is ook allemaal ambtelijk wat ik nu zeg. Dat je denkt van ja. Maar dat is gewoon wel zo, weet je. Ik bedoel, ga maar een pand herontwikkelen. Met de eisen van vandaag. Parkeernormen. Er is van alles. En probeer dat maar gewoon op plotjes voor elkaar te krijgen. En dat is waar, denk ik, gebiedsontwikkeling ook zich kenmerkt. Is dat het heel veel verschillende sporen zijn die allemaal op een gegeven moment moeten samenkomen. Die afgewogen moeten worden. En uiteindelijk tot een bepaalde, boem-boem, klap, zoals jij aangaf. Ja. Weet je? Maar goed, dat is wel nodig, ja. En soms is het ook even op je handen zitten. Omdat zaken gewoon ook meer tijd nodig hebben om te laten bezinken, ja. Heb je wel eens dingen waarvan je denkt, nou, dit kan inderdaad toch wel sneller. Dit had achteraf wel gewoon sneller gekund. Dat moet ik even over nadenken. Dat is heel politiek correct antwoord. Ja.
Tot zover deze aflevering van het Zaanse avontuur. Gemaakt en bedacht door mij, Robin de Wever, in opdracht van de gemeente Zaanstad. En met een shout-out naar José Duindam van de gemeente. De achtergrondmuziek in de serie is van Breakmaster Cylinder. En de muziek die je nu hoort is natuurlijk van hier, van de Kift. Meer info over wat er allemaal staat te gebeuren in Zaanstad op maak.zaanstad.nl. Wel, dan verlaat ik mijn land en al zijn grijze hemels. En hoewel er niet veel is dat pleit voor het buitenland, sleep ik mijn ketting voor. Ik ben de vrolijke molenaar, ik maal om niemand en niemand maalt om mij. Maar als ik iets wil aanvragen, ja, dan komen ze gelijk kijken van Het hooggebouw. Ja, we moeten verder. Ja. Hey, maar die, onthouden je maar eens. Ja, die hoek. Ja, weet ik. Maar die weten, ze kennen wij, ja. Ja, kennen en doen, dat is nee, niet aan de maar dat is weer dat andere kopje. Zit je even te pesten, hè?